cirkeltje toch? Nerdy! En morgen kom je de papa tegen! Ja, zeker weten! We wachten je huis wel op hoor! Ja! Sukkel! Zoals je net zag, is pesten niet leuk. Maar jammer genoeg komt pesten vaak voor. Daarom maken wij, de leerlingen van RK De Regenboog, een reportage over pesten. Als belangrijkste vraag, wat is pesten eigenlijk? En waarom pesten kinderen zo vaak? En wat kunnen we er tegen doen? Kunt u mij uitleggen wat pesten eigenlijk is? Pesten is iets als je iets bij iemand anders doet en die vindt het niet leuk, dan is het pesten. Eigenlijk vind ik pesten mishandeling. Want dat is het eigenlijk. En het is geestelijk mishandeling. Hè? Dat doen ze door de rottige woorden naar je te roepen en echt te treiteren. Maar het kan ook lichamelijke mishandeling zijn. Hè, bijvoorbeeld als ze je echt in elkaar slaan of knijpen of dat soort... Dat gebeurt natuurlijk ook. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Plagen is als er een geintje wordt gemaakt en daar kan iedereen om lachen. Soms maak ik wel eens een verkeerd grapje, want ik ben wel iemand die heel graag grapjes maakt. En dan zegt iemand anders van, ik vind het eigenlijk niet zo'n leuk grapje. En dan denk ik, oh ja, dan moet ik stoppen. Maar pesten, dat is eigenlijk dat het ene kind grapjes maakt tegen of over het andere kind, die dat niet leuk vindt. En die zegt dan wel stop, maar dan ga ik toch door. En plagen is bedoeld om lol te hebben eigenlijk met z'n tweeën. Maar pesten is eigenlijk bedoeld, als ik de pester ben, om jou te kwetsen. Oh, daar heb je Jay. Zou ik me wel terug mogen? Wat hoor ik nou wat? Doe nou niet zo kinderachtig, geef mijn bal gewoon terug. Nou, volgens mij hoor ik niks. Oh, ben jij je dwergje? Wil je bal terug? Nou hier, pak hem dan maar. Hahaha, smeertje. Waarom pesten kinderen eigenlijk? Kinderen die pesten, die zijn hoofdzakelijk alleen met zichzelf bezig. Het zijn vaak eenzame kinderen, dat zal je haast niet denken. En vaak zijn ze verdrietig. Maar dat zijn vaak kinderen die bijvoorbeeld of op school of op thuis niet zo goed kunnen meekomen. Bijvoorbeeld kinderen die hele lage cijfers halen op school. Of die... omdat hun ouders misschien niet zoveel geld hebben, net de verkeerde kleren aan hebben. Of die bijvoorbeeld thuis door hun vader misschien wel eens worden afgebekt of worden geslagen. Maar wat er gebeurt, is dat zijn kinderen, die zijn een beetje gefrustreerd van binnen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een leerkracht een verkeerd voorbeeld geeft. Daar kunnen ook kinderen van gaan pesten. En wat gebeurt er nou als je al die frustraties gaat stapelen? En op een gegeven moment komt het eruit. Een verkeerd voorbeeld van een leerkracht zou ik vinden als hij kinderen, zijn eigen leerlingen, een bijnaam ging geven. Zoals een aap. Al zou het maar een grapje zijn, is het toch nog een verkeerd voorbeeld. Stel nou dat hij thuis door zijn vader, wordt hij wel eens geslagen. En dat is een hele strenge vader en dan kan hij niks terug doen. Dat durft hij niet. Maar hij is wel boos. En wat hij dan doet, dan gaat hij in de groep kijken van welk kind... Zou ik kunnen gaan pesten? Welk kind zou reageren? Dan gaat hij het uitproberen. En dan gaat hij het bij een paar kinderen proberen. En de eerste die reageert niet. En de tweede ook niet. En die derde die hapt. Ah, denkt hij, dat is leuk. En wat hij dan eigenlijk doet, is dat zijn frustratie, die hij niet tegen de juf durft te zeggen, of niet tegen zijn vader durft te zeggen, dat gaat hij op een ander kind doen. En dan voelt hij zich lekker. Wat zijn meestal de gevolgen van pesten? Bang is voor zichzelf, een verkeerd zelfbeeld. Dus als je in de spiegel kijkt, vind je jezelf niet leuk meer.
En het kan zelfs zo ver gaan als iemand volwassen wordt, dat hij zichzelf niet leuk meer blijft vinden. Dus zichzelf lelijk blijft vinden. Ik heb een keer een meisje gehad, die was overspannen door het pesten. Die wilde niet meer naar school. Maar het ergste is, er zijn ook kinderen die vinden het leven daardoor niet meer leuk. En ik heb wel eens kinderen in de groep gehad die, die hadden gedacht van misschien moet ik maar gewoon zelfmoord plegen. Misschien moet ik maar gewoon stoppen met leven. Zo erg is het. We hebben net de experts geïnterviewd en die hebben ons alles over pesten verteld. Maar wat gebeurt er zo op scholen ermee? Aan wie kunnen we het beter vragen dan mijn eigen directeur? Heeft de school wel iets te maken met kinderen die gepest worden? Ja, helaas wel. Maar gelukkig valt dat bij ons op school reuze mee. Ik denk ook dat dat komt omdat we goede afspraken hebben gemaakt op school over hoe ga je met elkaar om. Ik vind ook, ze noemen dat in het land pestprotocol. Dat vind ik altijd een vervelend woord, want dat wordt pesten zo naar voren gehaald. Ik zeg altijd gedragsafspraken. Van hoe ga je met elkaar om? Wat staat er in dat beleid? Ja, netjes praten met elkaar. Dat iedereen erbij hoort. Dat je normaal doet tegen een ander. Dat je elkaar helpt. Dat je zorgzaam bent voor de ander. Wat kunnen de kinderen doen als ze zich gepest voelen op school? Je hebt eigenlijk dat je het zelf kan zeggen tegen de ander. Dat je naar de leerkracht toe kan gaan. Naar een andere leerling. En je kan natuurlijk ook gewoon bij mij terecht als kind van de regenboog. En natuurlijk kan je ook nog, als je echt anoniem wil blijven, ook nog naar de kindertelefoon. Waar kunnen kinderen en ouders dit lezen? Nou, de regels die staan in de schoolgids. Maar de schoolgids staat ook op internet op onze website. En in de klassen hangen ook altijd de regels van de school. Heeft u nog tips voor kinderen die met pesten te maken hebben? Spreek het uit. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Zorg dat je gehoord wordt bij iemand. Dat je erover kan praten. Dus zit je in de klas, dan moet je hulp vragen bij de juf. En als de juf het niet doet, dan ga je maar naar de directeur en dan zeg je: directeur, er wordt gepest in onze klas. De pester kan het niet alleen. Jullie moeten ons helpen. Als je niks zegt en niks doet en er alleen mee blijft rondlopen, dan blijft pesten doorgaan en kan het zelfs erger worden. Want het is niet leuk om gepest te worden, absoluut niet. Maar als je je mond houdt, dan blijf je gepest worden. En dat is juist wat we niet willen. Dus zorg dat iemand je hoort. We zijn op onderzoek uit geweest en we hebben experts geïnterviewd. En onze conclusie is: het pesten zowel op school als buitenschool gebeurt. Er is wel degelijk een verschil tussen pesten en plagen. Maar er zijn ook manieren om dit tegen te gaan. Zoals een pestprotocol. Het pestprotocol is een plan op school om pesten tegen te gaan. In ieder geval hoeft pesten geen onoverkomelijk probleem te zijn. Word je gepest? Vertel het je ouders. Ga langs bij je docent of je directeur. Blijf er niet mee zitten. Dit was CBTV. Kijk elke vrijdag van 6:30 tot 7:00 naar Rotterdam TV. Of ga naar www.cbtv.nl. We hopen dat jullie genoten hebben en tot de volgende keer. Doei! Waarom hebben jullie het onderwerp pesten gekozen? Nou, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen minder gepest worden, want het is ook niet leuk en ook gemeen. En dat is ook niet leuk voor kinderen die gepest worden. Omdat wij allemaal volgens mij wel eens een keer gepest zijn en dat we het willen stoppen. Dat kinderen gaan realiseren dat pesten gewoon niet leuk is. Omdat ik dat eigenlijk uit de wereld wil helpen, zodat minder, eigenlijk wil ik dat minder gebeurt.